Yo iedereen. Ja, kijk even naar mij. Yo, ik moet met jullie praten. Ik wilde een verboden te lachen opnemen en ik verwacht de reacties van lekker origineel. Donder op joh, ik upload zelf wat ik wil. En als je er niet achter staat, pak ik je van, stop ik die in je a**, zodat je gaat huilen. Tot aan bij aan toe. Dankjewel iedereen. Echt gewoon doorpersen tot het bloed, hè. Een duimslang aan bloed. Die spuit 5 meter ver aan bloed. En dat gebeurt als je het niet accepteren. Stop in je a**. Jij is Harry. Vorige week was het een pijnlijke week voor me. Ik ben via Instagram afgewezen door Jamila. Hij zou me dus beschermen, hè, in de manges. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus... mijn hart is in 1000 stukken gescheurd. Dus ik vroeg op Twitter: stuur me grappige video's / TikToks. Laat me niet lachen, oké? Okay? Deal. Ik vond gewoon weer tijd voor een verboden te lachen. 86 reacties. Yo! Dit gaat spannend worden, jongens. Chanelle heeft een video ingestuurd. Ik zie een kat. Het wordt nu al prachtig, hè? Als ik lach, krijgt deze tweet een like. En als ik niet lach, dan sta je voor altijd op het internet dat je niet grappig bent. Is dit serieus? Kijk naar zulke filmpjes. Dit is flauw. Dit is gewoon oprecht nu al kloten. Hier. Ik heb je tweet geliked. Never gonna give you up, voice crack. Copyright claim. Ik hou van copyright. What? Waarom ben ik in de war dat die samba ballen vast heeft? We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. Ik vond de samba ballen het leukst. Ik vond het niet grappig. Dit zou Ronald 2010 hilarisch vinden, maar ik niet. Dit is een Naruto meme. Hopelijk lach je met dit. Deze vind ik grappig. Akatsuki wa tsudotta. Ik heb nog nooit Naruto gezien, dus ik ga het niet snappen. Konan, Itachi, Hisame, Sasori, Deidara. Oh, dit was de video. Ik snap hem niet. Moet ik Naruto kijken? Dan lever ik een jaar van mijn leven al in, oké? Wat is dit? Wat moet dat voorstellen? Is dat een konijn? Het is oprecht een konijn. Yo! Zo blij dat ik wist dat het een konijn was. Hoe durf je, kwal? Waarom kijk je niet uit wat je doet? George the Destroyer. Ja, je hebt een konijn vernietigd. Nou, Lisa, het is je gelukt hoor. Ik moest lachen, dus je bent nu voor altijd grappig. Mijn naam is Phil en ik hou ervan om te verkleden als een baby. Oh my god, dat vind ik altijd zo eng. My name is Phil and I like to dress as a baby. Kun je van een bouwvakker, ik denk dat een bouwvakker is, naar een baby gaan? I like to wear nappies. It's like a regressor. Ik hou ervan om luiers te dragen. Jongens, dit kan ik echt niet afkijken. I support Phil's lifestyle choice. I found out he liked to... Sorry, ik kan dit niet afkijken. Het spijt me. Amber heeft een video ingestuurd genaamd Kat valt van de trap. Verdomme! Katten zijn lieve beesten, maar het zijn niet de slimste, oké? Okay? Nou, je bent wel altijd grappig. Ik heb je geliked. Nou, Sanne heeft een TikTok ingestuurd. Zie ik daar een wc-rol? Wat gaan we nu weer verwachten? Yo, ik wil dat ook kunnen. Duimpje omhoog. Ik vond het funny. Foute moppen part 1. Meestal zijn foute moppen niet grappig. Ja? Ja? Hey, you finna die, baby. Het is wel een oké grapje. Misschien is TikTok gewoon niet grappig. Dat kan het ook gewoon zijn. Jongens, laten we de meiden in de war brengen. De king of krap. Dit doe ik all the time, oké? Okay? Dit doe ik all the time. Duimpje omhoog. Nou, TikTok kan toch wel grappig zijn. Vader en ik gaan dadelijk gewoon lekker bij hem voor de deur zitten. Nog even genieten van het weer. Draai hem nog eventjes een jointje. Hij kijkt om. Oh my god, dude. Oh my god. Dit is gewoon een typische YouTuber. Content boven familie. Elke YouTuber denkt ze. Nee! No! Oh. Oh my god, dude. Karma, dit is mij elke keer.
keertje overkomen, maar toen viel het in de play. Waarom zou je ook zo'n broek dragen? Zulke broeken zijn verschrikkelijk hiervoor. Ja, ik denk dat die kapot is. Franny heeft ook een filmpje ingestuurd. Zie ik daar nog cornflakes? In een trein? Oké, dit was hilarisch. Oh, de teleurstelling in zijn gezicht ook. Zijn absolute teleurstelling. Waarom is er een TikTok van mij ingestuurd? Oh nee, niet dit moment. Nee. Had je wel aan die tip dat je altijd een beetje naar beneden moet kijken? Nope. Nee? Ik had gewoon 2 uur van mijn leven ingeleefd om haar te leren Minecraft en ze zei nee, dat ze niks had geleerd. Iemand zegt AUB. Nou, dankjewel hè, vriend. Me every time als ik spruitjes moet eten. Deze was oprecht lachen. Kaboom! Deze was lui! Dit is toch prachtig, jongens? Sneeuw, een bakje pleur en ijs zo dik dat je er gewoon op kunt springen. Dit is mij ook overkomen. Weer die Vietnamese flashbacks die zo enorm veel pijn deed. Iemand tweet naar mij. Bruh. Nou, laten we kijken. Er gebeurde zoveel in 10 seconden tijd. En ik weet niet waarom. Kijk op eigen risico. Ik heb je gewaarschuwd. Oh nee, dat is die gast weer. Oh nee, van de mukbang. Video van mezelf, van mijn jongere ik. Dit is toch een 400 IQ gezicht. 400 IQ. Oké, nou dan ging je Lego set. Moppen over comic nerd. Oh god. Toen iemand mij online zei dat ik als maagd ga sterven, was ik woedend. Ik haat spoilers. Oké, deze was leuk. Ik behandel mijn actiefiguren als condooms. Ik heb er nog nooit één uit de verpakking gehaald. Dankjewel, Darth Vader. Nou, dit krijgt ook een like. Dankjewel, internet. Iemand stuurt waar is het grote boek van Sinterklaas officiële Vlaamse trailer. Nee! Ik snap nog steeds niet waarom ik Vlaams ben gedubt. De hele dag spelen. Waar dat ik nu beland ben, dat is echt ongelooflijk. Waarom? Waarom zou je mij dubben? Ik zei precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Waarom zou je me dubben? Waar ik nu ben beland is echt ongelooflijk. Oh my god! Nou, we krijgen weer een kattenfilmpje. Oh my god, deze lijkt op de kat van Wilbert! Dit is toch schattig? Dit is toch zo ongelooflijk schattig? Kijk hoe cute dit is. Oh katten. Oh, jullie zijn zo snel vermaakt. Kaboom! Oh my god! Wat had een toverstok die per ongeluk daarin gleed? Het is een statief. Mijn nieuwe hond naar huis brengen om te kijken of hij van katten houdt. Nou, hij houdt zo te zien wel van katten. Nu denkt hij dat hij een kat is. Wat? Wat? Nee! Oh, dit is nep. Hoe is die hond op die koelkast gekomen? Ik denk dat het nep is. Alles wat niet in mijn ogen klopt is nep. Ik vond hem wel leuk. Hij was wel grappig. Ik ben volledig in de war. Lachen. Applausje voor mezelf. Dankjewel iedereen. Applausje, applausje. Ik vond dat ik het wel goed heb gedaan bij deze verboden te lachen. Ik word beter. Nou mensen, bedankt voor het kijken.
naar deze video. Vonden jullie het een leuke video? Druk dan zeker weten op het duimpje omhoog. En vergeet trouwens niet te abonneren. Zou ik enorm lief vinden. Zeg mensen, bedankt voor het kijken. Laat achter in de reacties van welke jullie moesten lachen. En tot de volgende keer. Peace!